Superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Tis Madeleine en ik ben onderweg naar Bergen op Zoom voor Social Squad. Eline is vandaag gezellig mee. Je komt waarschijnlijk echt al ergens een keer naar beeld. En ik ben net al van het station bij mij in de buurt naar Rotterdam gegaan. En ik ben toen overgestapt op de trein van Rotterdam naar de trein naar Bergen op Zoom. Het was in die trein zo druk en er zat een 2-jarig kind over mij, waardoor ik niet echt goed kon vloggen of filmen. Dus ik heb een paar kleine stukjes gebeeld die ondertussen nu in beeld zijn gekomen. Kijken jullie gezellig mee? Nou, we zijn inmiddels in het theater in Bergen op Zoom. Ik heb niks van de looproute gefilmd, want het regende en ik heb een korte broek aan. En ik heb geen jas bij. Top! Mijn telefoon wil niet meer opladen door de natheid. Goed, we hebben net dus vragen ingestuurd voor de Q&A. Die jullie ook al in eerdere vlogs hebben kunnen zien, maar dit is de eerste keer dat wij zelf vragen insturen. Je gaat er iemand heel random live. En dan is het dadelijk tijd om ze weer te gaan bewonderen. Onze Jesse. Nee! Ik heb geen levensverhaal. Heb jij nog een levensverhaal? Vorige week was ik in Antwerpen en werd ik door 5 mensen herkend op 1 dag. Terwijl normaal word ik in het buitenland nooit herkend. We zijn een feestje aan het bouwen op de wc. We zijn heel het wc van het theater hier op de kop aan het zetten, jongens. Hallo vlog. Hallo vlog, hallo. Hallo vlog. Ik krijg hier echt van die Marissa vibes van, hè, van die K3 vlogs. Ja. En dan Bart op een gegeven moment zegt van, hallo vlog. Ja, Noah is er. Ja, Noah en zijn er allebei, die hebben we net al gezien. Ik heb gezwaaid naar Noah. Noah Blindenburg. Ja, mijn bestie. Nee. Nou, als Eline daar terug zijn en zij jullie wezen zijn, dan ga ik dat ding op. Hallo vlog. Ik kijk nooit blij, jongens. Dat, Wat? Dat is de vraag wanneer ik wel blij kijk. Never. Nooit. Oh, hey! Oh, oh. Yeah. Hey! Het is een feestje in het vieren met... Nou. Geacht publiek. Welkom bij Social Squad. We hopen dat jullie er klaar voor zijn. Foto's en video's maken is toegestaan, maar dan liever niet met een flits of een fel licht. Wil je iets op social media plaatsen? Dat vinden wij leuk. Tag dan wel even Bazaar Media Productions. Geniet ervan en veel plezier. Hier is Social Squad! Wij waren hier niet aan de kip wel. Wat is Jesse? Dat weet ik niet. Op balkon. Jesse! Jesse! Jongens, wat is er aan de... Ah! Ze zitten er al! Ja, ze zitten er al. Ik dacht dat wij gehaald zouden worden. Dat dacht ik ook. Ja, die kip stond er ook nog. Kijk, het voordeel is dat de mensen wisten dat ze naar een TikTok-show kwamen kijken. True. En dus naar TikTokkers. True. En waarschijnlijk op het forum niet gedacht hadden dat wij de beste acteurs ooit waren. True. Ja, of dat wij überhaupt iets zouden kunnen. True. Ja, nee, dat zit voor de rest niet diep hoor. Nee. Zijn jullie daar een beetje klaar voor? Ja! Kijk, zo wil ik het horen. Mark, ben jij er klaar voor? Zeker. Laten we het doen! Het is tijd om jullie favoriete TikTokkers eindelijk live te ontmoeten. Hier is Social Squad! Amiek Dreamer! Best hebben gedaan om iets over dit theater op te zoeken. Yeah. Dus ik kwam hier vanochtend binnen en ik zei tegen de mensen van het theater: jongens, wat moet ik vanavond of vanmiddag vertellen als ik hier met een zaal met mensen zit? En nou, waar denk jij dat de naam De Maagd vandaan komt? Toen dacht ik: ja, het sterrenbeeld. Ja! Ja?
Je zit heel dichtbij. Ja, het klopt. Er was namelijk vroeger een mevrouw. En die mevrouw heette mevrouw Maria. Ja, het wordt echt te gek voor woorden. Ja, en Maria wilde niets liever dan later in het theater staan. Want zingen en dansen, dat was haar grote passie. Alleen een klein probleempje. Maria kon echt niet zingen. Oh. Ja, het klonk echt vreselijk. Niet geheel onbelangrijk. Nee, inderdaad. Dus zij kon echt totaal niet zingen. En die mensen die zeiden iedere keer, Maria, schat, we denken dat dat zingen en dansen voor jou er toch niet helemaal in zit. Hi. Is dinsdagmiddag, waar is over drie? De spanning is om te snijden. Ja, hier in het theater nog. Oh, trouwens, weet je nog wat mee? Nee, niet meer, want wij gaan beginnen met de Tinterquiz. Wie is die host? Jesse van Bieren. Berg op Zoom, zijn we er klaar voor? Ik ga even de teams voorstellen aan mijn rechterkant van jullie kijkers thuis, linkerkant, vanaf, zit Team Tik onder leiding van Emma Keuven. Ja, Emma, wat zie je er weer prachtig uit. Dankjewel, Jesse. Ja. Wie heb je meegenomen? Dit is Diese. Diese, hallo. Hoe is het met je? Goed, wat heb je allemaal gedaan vandaag? In de trein. Nou, dan gaan we nu door naar Team Talk onder leiding van Annie Dreamon. Annie, wat zie jij er nou prachtig uit? Ja, dankjewel. Wie heb jij meegenomen? Dit is Jasmijn. Jasmijn, hallo. Als jij een dier zou mogen zijn, welk dier zou je willen zijn? Een tijger. Een tijger. Dan gaan we nu door naar vraag nummer 1. En wat denkt het publiek? Aniek. Niek. Niekje. Niekje. Volgens mij zitten een paar mensen in de zaal. Dit is het antwoord. Yeah. Ik zie daar Jesse. Dankjewel. En ik zie hier Aniek. Ja, dan ga ik toch even naar jullie. Wat, waarom denk je jullie bij? Ja, Tisha, waarom denk je Jesse? Oh, omdat hij grappige video's maakt. Dat vind ik heel lief. Het is wel fout. Sorry, maar ik vind het wel heel lief. Dus van mij krijg je een complimentpuntje, zeg maar. Komt niet met een score op, maar je krijgt hem wel. Oh, dus met slijmen winnen we niet? Nee, met slijmen winnen ze niet. Maar jullie hebben het wel goed. Ja. Aniek, je hebt een miljoen volgers. Ja. Hoe heb je dit behaald? Ja. Nou, ik zal je wat vertellen, Jesse van Bieren. Ik heb niet 1 keer een miljoen volgers gehaald, nee. Ik heb 2 keer een miljoen volgers gehaald. 2 keer een miljoen. Door welke woorden? Kom op, Nick. Je kan rennen. Je kan het. Is Sam Kroon bekend geworden? Nee. Ja, alleen al die woorden zitten mij aan de harde Nou. Jij speelt vals. Hé, Marco, hij wil niet nou. Naar de kip. En voor jullie Team Talk is het belangrijk, want jullie staan 3-1 achter. Ik weet het, dus, ja. Kom op, Annie. Ren naar die kip. Nee, ik begin al. Nee! Jaycee Harder! Jaycee Harder? Dat is helemaal goed! Hallo, Jaycee hier. Hallo. Ja, luister goed. Ik heb voor jullie de laatste opdracht. Jullie moeten zo goed mogelijk een TikTok-dansje uitvoeren. En dat doen jullie tegelijk. Het publiek beslist aan de hand van het hardste applaus wie er heeft gewonnen. En de winnaar verdient maar liefst 10 punten. Ja, een groot applaus voor mijn team. De spanning is hier om te snijden. Maar we hebben nu echt ongeveer bijna 30 shows gedaan. En we hebben heel veel gelijkspellen gehad. Maar zijn we nu een beetje klaar. We willen gewoon een winnaar. Want deze geest is hard, dames en heren. Hij is keihard. We gaan eerst klappen voor Team Talk. En dan voor Team Tik. Ja. Dus ben je helemaal weg van Aniek? Ben je helemaal weg van alles wat zij in haar carrière heeft gedaan? En van Jasmijn. Ben je helemaal weg van Jasmijn? Dan gaan we klappen. In 3, 2, 1. Schreeuwen telt niet, hè? Nee. Wacht, wij gaan nu
klappen voor Team Tink. Dus ben je helemaal weg van Emma, helemaal weg van Diesje. Ben je helemaal weg van de zomer van Zoe. Het maakt helemaal niet uit. Dan gaan we nu klappen voor Team Tink! Ik denk dat er wel een winnaar is. Ja? Ja. De winnaar Tok. Van de grote TikTok quiz is... Tok! Team Tok! Samenwerkingsverbandenland? Ja. Zo, 50 punten op WordView. Nee ja, wel wat leuke dingen hier en daar, maar dat blijft toch wel ook altijd lastig hoor. Snap je? Iedereen denkt altijd dat het zo makkelijk is. Dat elke TikToker zweeft op een tapijt van gratis spullen. 90%? Ja, misschien. Ja, pannenkoek. Heb je je lesje geleerd? Ja, dat wel. Voortaan alle voorwaarden goed lezen. En kijken of je het product van tevoren mag zien. Want je naam wordt er wel aan verbonden. En daar moet je mee oppassen. Ja, voordat je het weet ben je niets meer dan een wandelend reclamebord, Aniek. En daar wordt echt helemaal niemand vrolijk van. Niet zomaar alles doen, puur alleen omdat je er geld mee kan verdienen. Wat is dit? Een brief! Een brief, inderdaad, goed zo. Wie van jullie schrijft er nog wel eens brieven? Annelie. Of verjaardagskaarten? Maar Emma, hoe zou TikTok voor jouw oma zijn? Vreselijk. Ja, ik heb het laatst geprobeerd hoor, om een TikTok met mijn oma te maken. Maar dat... pakte niet helemaal uit zoals ik had gehoopt. Ja, na een tijdje werd ze gewoon boos op mij, omdat ze de telefoon niet van zo'n verre afstand kon zien. Ik heb haar maar gewoon opgegeven. Nee. Ja, mijn moeder zit ook gewoon op TikTok hoor. Ja, oké, niet dat hij zo oud is als jouw oma. Ja, echt? Ja, ik probeer haar zoveel mogelijk uit te leggen. Ja, maar Jesse, als jij alles moet uitleggen, dat is toch helemaal niet te doen? Oh, zeker wel. Wil je op TikTok dan download de app? Ja, die vind je in elke app store. Deze mini tutorial helpt je van start, maar wat is een tutorial? Stop! Jesse! Nu heb je de basics te pakken en ben je al een TikToker. Nee, we gaan door! Jongens, heel erg goed gedaan. Ik zie dat jullie handdoek nog heel erg veel onder zit, dus neem die handdoek maar lekker mee. Cadeautje van Social Squad. Jongens, dankjewel. Mag ik nog een heel grote dank voor dit en voor. Als de voorstelling dadelijk klaar is, komen jullie maar even die handdoek brengen in de foyer, ja? Is goed. Deal. Leuk. Ja, er zitten mensen in de zaal. Zie je. Hallo. Dus als ik dat stukje taart ga eten, dan gaan de mensen in de zaal een heel eigen verhaal in hun hoofd maken. Oh ja, die Emma, die gaat een stuk taart eten. Taartfeestje. Oh, ze houdt vast van taart. Taartalarm. Alarm! Oké. Snap je? Ja, dus ik hoef geen stuk taart. Oké, sorry. Nee, is oké. Sorry. Zij is echt gek. Nou ja, ik eet geen bossenbollen, want bossenbollen zijn Brabants en ik ben Limburgs. Oh, ik heb jullie al door. Ja, ik weet wel hoe dit zit. Ja, jullie denken, oh, Emma, die komt uit Limburg, dus zij is vast een wandelende vlei! Ik zei het, ze is echt gek. Nee, ik hoef geen stuk taart of een bossenbol. Gaat het goed met je? Ja hoor, alles prima. Pot, het is toch gewoon lekker? Ja, zeker lekker. Maar toen kwam ik aan en de reacties waren niet bepaald leuk. Ja, want dan zeiden mensen dat ik veel te veel was aangekomen. En dan was ik weer veel te veel afgevallen. Dan was ik veel te dik en dan was ik weer veel te dun. Het was eigenlijk gewoon nooit goed. Jeetje, wat heftig. Al die haatreacties en zo. Ja, best wel. Ja, dus toen heb ik gewoon besloten dat ik nooit meer laat zien wat, wanneer of hoeveel ik eet. Ja, dan hoeft ook niemand zich daar zorgen over te maken. Ja. Nou, ik neem er wel een. Moet je niet gewoon scheid hebben aan al die meningen en doen wat je leuk vindt? Ja. Amen. Ja. Mijn naam is Annie Dreamon en vandaag gaan we jullie helpen jullie TikToks naar een hoger niveau te tillen. Stap 1. Kies de juiste locatie. Dit is beter, de juiste locatie kan je dansje tot leven laten komen. Stap 2. Het juiste licht.
neusgaten en onderkinnen galore. Dus pak een shop op ooghoogte of net iets erboven. Stap 3. Kleed je om en straal. Stap 4. De magie van bewerking. Nu is het tijd om je video te bewerken. Snij een bij, voeg wat filters toe, voeg wat tekstjes toe. Dit is de finishing touch tot jouw fantastische TikTok. Nu heb jij alle tools om jouw TikTok onweerstaanbaar te maken. Het is dinsdagmiddag, welkom bij deze nieuwe aflevering van Appie Even Tijd. Uw favoriete speeldertierprogramma, opgenomen voor een greenscreen zonder ads. Mijn naam is Tineke Tok. Ik ben Samsung, ik ben 21 jaar en mijn hobby's zijn TikTokken, Fortnite'en en mijn screenprotector poetsen. Jij? Ja, ik ben Monica Torola, beter bekend als Motorola, maar jij mag me Moe noemen, Tineke. Ook leuk, Mau. Ik ben dus inmiddels bijna 24/7 bezig op TikTok. Ik heb inmiddels bijna 640.000 TikTok-volgers, oftewel mijn troela's, ja, zo noem ik ze. Want ja, zonder het was ik nergens, hè, Tineke. Nou, Tineke, vertel het eens. Jullie weten dat deze talkshow live is, toch? Ja. En dat wij heel veel viewers hebben. Ja. Nou, een gevolg van die vele viewers is heel veel comments. Kijk maar mee. Hey! Shanti zegt Sam is hot. Nou, ik denk dat Shanti blind is of de bril kwijt is. Nou, kijk, Nick Fleurop zegt Mo krijgt een hernia. En dit is slechts een kleine greep uit de duizenden comments die wij krijgen. Jouw volgers, die zijn aan het dalen. Nee. Ze zijn je aan het cancelen. Nee. Ja. Yes. Ja, en bij jou Sam, bij jou gebeurt het tegenovergestelde. Oh echt? Ja, ja, want dankzij deze aflevering van Appie Even Tijd neemt jouw fanbase toe. Dankjewel allemaal, dankjewel mijn volgers en mijn moeder en mijn vader. Nou, dit was al helemaal hashtag unexpected. Ja. Dankjewel voor het kijken naar Appie Even Tijd. Mijn naam is Tineke Tok, tot de volgende keer! En we zoeken iemand die hard kan slaan. Zit iemand voor die springt bijna niet van de stoel af. Kan je een beetje hard slaan? Ja. Ja. Espen! Ja. Allerhardst. Met de nadrukking op hardst. Ja, yes, het is duidelijk. Emma, deze kant, aan de andere kant zit een microfoontje. En jij staat er niet. Dat is goed. De eerste rij, we hadden altijd poncho's, die hebben we niet meer. Dus we gaan het doen. Ah joh. Gooi het op aan. Nou, die zijn er aan, komt die? Jouw tijd langs het water in je mond. Dat heb jij gewonnen! Inderdaad, Jesse kijkt dus hier. Oh, inderdaad. Jesse, ruim jij dit even op? Ja, is het. Oké. Ga jij een beetje vertellen? Doe ik. Okay. Kijk. Nergens ontvangen! Hey! Oh my god. Ik was gebleven bij Maria. En hoe zat het nou met Maria? Maria wilde dus niets liever dan in het theater staan. En ze bouwde dus haar eigen theater op. Ja, en dit theater, zoals Aniek al zei in het begin van die voorstelling, zit vlak naast de kerk. En toen dacht Maria, ja, ik heet Maria. Mijn sterrenbeeld is een maagd. Je hebt natuurlijk ook de heilige maagd, Maria. Toen dacht zij, dat is de fantastische naam voor dit theater. En dat werd dus uiteindelijk Theater de Maagd in Bergen op Zoom. En weet je wat ik mij nou ook bedacht, Jesse? Weet je wat ik mij bedacht? Nou? Moet je maar even van Tony, wat moet jij? Hoezo? Ga maar weg. Nee. Dat zie je zo wel. Jij zien wat zij er post. Zij is toch echt de perfecte host. Een miljoen fans. Wat is dat machtig. Maar dan
schreeuwen. Ja, maar dat wisten we al. Hé, hey, maar Aniek, nu dat ik Jesse daar zo met die doos zie staan, heb ik wel een heel erg leuk idee. Weet je wat we doen? Nou? We duiken jou de coulissen in. En dan vissen wij wat vragen uit die doos. Je hebt echt een lolbroek aan, hè, Emma? Ja, en jij de start. Nou, dan gaan wij lekker beginnen met de Q&A. Laten we er ook een paar op. Voor Jesse. Voor Misha, van Misha en Eline. Oh, daar. Op welke theaterschool heb je gezeten? Ik heb in Leeuwarden op de theaterschool gezeten. Daar zit een mbo-opleiding, die heb ik afgerond. Iedereen hier de school afmaken. Goeie, dat is een hele goede tip. En ja, die heb ik daar 4 jaar gevolgd. Wel een jaartje blijven zitten, omdat ik televisieopnames tussendoor had. Maar ja. Dan blijf je zitten op de acteursopleiding. Ja, nee, omdat ik in het laatste jaar moest ik een theatervoorstelling maken. Oh. En toen heb ik dus dat programma eerst gedaan. En toen zei ik, nou weet je, dan ga ik op mijn eigen initiatief nog wel even een jaartje blijven zitten. Ja, is goed. Dus toen heb ik zelf nog een voorstelling gemaakt. Dus nou, het was een hele leuke opleiding. Dus als je ooit nog in Leeuwarden gaat wonen, lijkt me lastig voor mensen uit Bergen of zo. Maar Tilburg! De theateropleiding in Leeuwarden, ik zou het allemaal aanraden. Goed, zou ik nog een vraag doen? Doe het. Voordat het straks een hele commercial wordt voor mijn voor mijn school. Oké, wat is je favoriete TikToker behalve jezelf? Nou, ik zou sowieso niet mezelf zeggen. Ik wel. Natuurlijk zou jij dat doen. Mijn favoriete TikToker, ja, daar hebben we het al een keer vaker over gehad. Ik vind Maxime en Sophie wel heel grappig. Ik mocht hun interviewen. Ik heb me nooit zo erg gelachen. Het was zo grappig. En er kwamen ook steeds meer mensen op het podium. Het was echt heel leuk. Dus ik denk hun twee. En jij? Favoriete TikToker? Juf Ivana. Ja. Hey. En ze zit in de zaal, dus jullie mogen allemaal een foto met me straks. Hey. En ik Jaycee. Ik vind Jaycee heel grappig. Oh, ja. Wat is de bekendste TikTok duimpje van jullie? Die wij kennen, bedoel je? Of? Die we zelf gemaakt hebben. Ja, hier staan, dat is lekker persoonlijk. Ik heb niet heel veel TikTok duimpjes gemaakt. De enige TikTok duimpjes die ik gemaakt heb. Is op mijn eigen nummer, via jou. Oh ja. Yes. Ja, ik heb vroeger heel veel dansjes gemaakt. Echt? 2019 was ik helemaal van de dansjes. Met de... The Renegade. Duo en de A. Wat? Duo. 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 Die, ik weet niet, bekendste TikTok dan. Ik hou dat nooit erbij. Ik weet niet hoeveel views mijn video's hebben. Maar ik denk dat ongeveer van de 3000 video's die ik heb gemaakt, dat er wel een stuk of 150, 200 dansjes zijn. Je eigen dansjes? Nu gewoon allemaal trends en zo. Oh, oké. Okay. Ja, dus dat. Oké, nou, volgende hele leuke afsluiter. Yes. Dan was dit de laatste vraag van onze Q&A. Kijk eens aan. Ik ga rijk worden. Van stinksokken. Ja, van stinksokken, ja. Ja, die zijn heel erg gewild. Ja, ik kreeg een berichtje van een oude man. En die zei tegen mij, hey lieve Emma, ik zit niet zo lekker in mijn vel. Weet je wat me echt zou helpen? Een paar van jou. Ongewassen stinksokken. Hebben jullie nog sokken? Emma, van wie heb je dit berichtje gekregen? Daddy loves schoolgirls 69. Emma, dit is niet slim hoor. Nee, totaal niet slim. Daddy loves schoolgirls 69! Ik heb je sokken! Nee, geen hoor. Hey, heel typisch dit. Ik denk dat het een scam is. Maar Jesse, er zitten hier geen vieze mannetjes, toch? Nee. Nou. Oh. Wil jij dan misschien mijn sokken kopen? Ja, ik kijk naar u. Oh, jammer. Ook niet als ik wat in de prijs zak. Ja, ik ben een coole girl, hè, meneer? Ik heb een idee. Jullie gaan in de foyer na de voorstelling even met z'n tweeën onderhandelen. En dan komen jullie er vast wel uit. Zeker, dat denk ik. Daarom. Dat doen wij. Meneer, ik hoorde een komt goed. Dus we hebben een deal! Kijk! Jesse, doe maar niet alsof jij niet weet waar ik het over heb. Ik niet hoor. Nee, natuurlijk niet, Aniek. Nee. Nee. Aniek, jij niet. Nee.
Nee, want jij lag hier daarnet ook echt niet in de zee, maar in de staande rots. Dat is echt heel normaal. Dat doet iedereen in deze zaal hier. Doe ik altijd op zaterdagavond. Ja, dat is echt heel normaal. Aniek, ik heb iets superleuks bedacht. Ik ga het verhalen af voor mijn telefoon. En Jesse, trek je jasje uit. Kom op. En wie van jullie wil weten wat dat is? Topperse concert. Hallo. Wie van jullie wil weten wat dat is? Hey. Zo wil ik het horen. Ja, doe maar blauw. Ja, super. Waren we het helemaal over eens. Ja, want zoals ik dus al zei, heb ik iets heel erg leuks bedacht. En ik denk dat wij alle drie toch wel echt onze eigen guilty pleasure hebben. En ik dacht, het is net het nieuwe jaar geweest. We moeten het echt beginnen met een topfeestje. Dus de show van vanmiddag sluiten wij af met onze guilty pleasure. En iedereen in de zaal doet natuurlijk mee. Oh ja, lele. Ik voel me soms weer zo. Oh ja, lele. Smolle balken. Ja, ik ben fit. Dus bel maar vast op zich. Dat is een puin. Wat is dit? Ja, en dit is een echte parel. Doe maar bij. Baby Shark. Hoezo niet? Nee, maar jouw kind is lekker. Dit maakt je heel Aniek blijft er altijd bij. Letterlijk. Ja, letterlijk. Hoi Aniek, als je dit gaat terugzien. Hallo. Hoi schat. Hallo schat. Leuk dat jullie er weer zijn. Leeft hij nog? Ja. Yes. Hij is nog niet helemaal genezen, maar... Het was geen clickbait. Zeg maar, zet er een J voor en dan heb je ja. Is dit van dit jaar of van vorig jaar? Hé, hey, dat ben ik! Ja! Dat was gewoon. Als je hier ook moet hebben. Ja. Noah Lindenburg. Noah Lindenburg. Ik heb het verhaal meegekregen van de tas die ik moet zetten. Wil ik hem ook erop zetten? Nee. Oh. Nou, vertel. Nee, jullie hadden de vorige keer hadden jullie een cadeautje meegenomen van Noah. Toen had ik achter de schermen had ik gezegd van ja, luister. Als de fans van Aniek nog een cadeautje voor Noah meenemen, dan zet ik SSQ. Hé, hey, ik heb het gisteren met Roosje over gehad om Noah Blindenburg stickers te maken. Want zij stond op beeld in de Alfa en de ruimvlog die ik gisteren heb geëdit. Dus, volgende keer dat ik er ben. Ja, de mogen dat veen. Ja, maar hier is die keer met mij. Ja, ik moet dus nu een tattoo laten zetten van SSQ, van Social Squad. Ja, doe. Ja, die gaat echt... En dan neem ik volgende keer de stickers mee, want ik heb ze toch nog. Dat is goed, dat gaan we doen. Maar hij was dit jaar echt een stukje, hè? Ja.
Ja, sorry. Ja, Misha kan weer niks, hè. Wat lief. Emma, Prissy. Oh, wat leuk. Oh. Prissy. Oh, wat leuk. Oh, wat vet. Nou. Het is net een, hoe heet dat? Yes. Oké. Nee, het is net zo'n harmonica. Die van mij is roze. Die van mij is geel. Nee, hij is supermooi. Je kunt hem ook. Dankjewel. Super lief. Thanks. Ik heb echt heel veel moeite. Dankjewel. Supervet. Ja, ik vind de Starbucks-beker ook al zo leuk. Oh, ja. Oh nee, mijn geheugen zit vol. Oh nee. Wil je nog een foto maken? Ja? Oh. Je hebt geen telefoon meer, hè? Nee. Moet ik gewoon verliefd zijn? Ja. Die had ik er niet op staan, wel op de camera. Nee, wacht even andersom. Als jij deze doet, hij staat al scherp gesteld. Even zorgen dat je die lens niet aanraakt en dan gaat hij weer onscherp. Oké. Staat hij weer aan? Slechte momenten van Emma straks allemaal te zien. Ik heb geen slechte momenten. Nee, Emma niet. Ik heb iets heel kleins. Oh, zo lief. Ik kreeg niet dat ik mijn eerste beurt was en ik dacht. Maar dit past bij mijn deur. Ja. Kan ik foto maken? Ja. Dat kan Emma heel goed. Oh, hallo, het filmt. Nee, het filmt. Maar wat moet ik dan nu praten? Ja, dan weet ik nog niet. Oh ja, ik ben echt een boomer qua dit soort dingen. Emma. De iPhone, jongen. Ja, moet je even. Doet het nu iets? Of ja. Oké. Nou, dankjewel de maagd. En als volgende hebben we Tivoli. Nou, we zijn weer onderweg naar huis. En ik hoef mijn eenhalte met Eline mee, want als ik via Roosendaal ga, ben ik sneller thuis. Dus doei Eline bij deze alvast. Dankjewel voor de gezelligheid en tot zondag. Nou, we hebben onderweg nog even drinken gehad. Oké, ik ben weer op station bij mij in de buurt. Ik moet een beetje snel zijn, want mijn camera-accu is bijna leeg na deze dag. Ik vond het weer super leuk om naar Zoestrikwal te gaan. En ik ga deze week nog een keer. Maar die vlog komt later online. En als je het ook leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal voor meer video's. Druk ook meteen op het belletje naast de abonneerknop, zodat je nooit meer meldt van mij hoe te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Laat in de comments weten wat voor jullie zijn om te zien op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei doei!